Coders are, I think, some of the most influential people on the planet right now, because when they make it easier to do something, we do more of it, and when they make it harder to do something, we do less of it. Ik denk dat het heel goed is dat hij ons wijst op degene die de technologie maken waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn. Onze telefoontjes, maar het kan ook zijn de technologie die binnen gemeenten wordt gebruikt om diensten te verlenen aan burgers. Maar ook het nieuws dat we tot ons krijgen via Facebook en andere kanalen. En dat hij zegt, er is iemand die dat maakt. En door die mensen wordt ook bepaald hoe je het kan gebruiken. Dus het is heel goed dat hij ons wijst op de macht die deze mensen eigenlijk hebben over de technologie die we dagelijks gebruiken. En een oproep doet om dat op een andere manier te organiseren. The power of software to change reality and change the way we do things, connected with the demands of capital to grow rapidly, to have not just 1 million users, not just 10 million users, not just 100 million, but billions of users. That is often what causes a lot of problems between society and software. We geven die technologie heel veel ruimte, omdat we natuurlijk hoop hebben dat het heel veel dingen in onze samenleving oplost. Dat het dingen efficiënter maakt, makkelijker. Of het nu gaat van een paspoort bestellen bij de gemeente, 24 uur per dag, tot aan het onderwijs dat daardoor beter kan zijn en meer op elke leerling afgestemd. We hebben heel veel hoop op die technologie. En we denken daarom niet zo na over wie daarachter zit en dat die technologie al bepaalde dingen mogelijk maakt en andere dingen niet mogelijk maakt. Over the last 30 years, it has become extremely young, male and white, right? And often it's these graduates coming out of computer science degrees that are the central engineers. And so the problem we've got here is that any business school would tell you that if you have an industry that is a monoculture of just one perspective, it's going to have a lot of blind spots. I think there has been more of an ethical and moral awakening among software engineers in the last 5 years. Programmeurs zijn aan het ontdekken dat ze een vak hebben en zich eigenlijk ook met dat vak moeten afvragen wat maakt ons vak tot een goed vak, wanneer doen we het goed? En het goede is, je kunt dat individuele besef hebben, maar het feit dat ze dat nu gezamenlijk ook vorm willen geven en met elkaar principes aan het afspreken zijn, dat is al een hele stap. Parallel kan het daar natuurlijk niet van afhangen. We zeggen ook niet dat artsen alleen maar met elkaar bezig moeten zijn over hoe zij hun vak uitoefenen. We zijn ook allemaal daarbij. We moeten allemaal aansluiten. We moeten ook bedrijven die deze mensen in dienst hebben oproepen om verantwoord te zijn. En we moeten ook zorgen dat dat binnen een wettelijk kader gebeurt, waarin alle partijen in een keten, want het zijn wereldwijde ketens, de een programmeert, de ander maakt een product, de ander koopt het, de ander past het toe, dat al die partijen zich bewust zijn hiervan. What I'm talking about really is a reform of the marketplace. The only thing that really has power to do it are governments in terms of the incentives that they set up. There's also, I think, a fair amount of work that can be done at the level of computer science and how computer science is taught. Because right now, it's taught as very much as an engineering discipline where no one is ever asked to think about the why they're doing what they're doing, right? You know? And that's starting to change. There are some computer science programs that are starting to teach, well, you know, this is a very powerful discipline. Why don't we think about, you know, the impact that software has on people's lives. Let's read some philosophy, let's read some history. Let's bring some of these humanities in here that help us inform not just what we're doing, but why we're doing it. Het is heel mooi om overal digitale systemen van te kunnen maken, maar het is ook een doos van Pandora. En dat hoeft ons niet af te schrikken, want we hebben dat gezien in het verleden en we leren om met dat soort dingen om te gaan. Maar het zorgen dat het niet alleen iets is van die groep mensen die het snapt, maar dat iedereen mag meedenken over de gevolgen van wat daar wordt ontwikkeld. Dat is waar het Rathenau Instituut ook voor staat en ook voor is opgericht. Dus niet om ons allemaal technisch te maken, maar ons wel genoeg gevoel ervoor te geven om erover mee te kunnen praten.